Welkom bij Retail 24 TV. Vandaag hebben we Simon Poot van IBM. Welkom Simon. Dankjewel. Informatiemanagement specialist bij IBM. Gaan we het vandaag ook hebben over big data. Hoe kijkt IBM aan tegen big data en retail? Retailers zijn altijd op zoek naar manieren om hun productiviteit te verbeteren. Dat kan door meer te verkopen in de winkels, via internet. Of dat kan door kosten te verlagen. Retailers hebben heel veel data. ERP-data in hun systemen. Klantbestanden die ze ooit wel eens gekocht hebben of verzameld hebben via loyalty cards. Ze hebben klikgedrag van hun consumenten op het internet. Dat kun je combineren met data die beschikbaar is op het internet. Zoals Facebook, Twitter. Mensen laten behoorlijk wat data van zichzelf achter. Er is ook publieke informatie beschikbaar. Demografische informatie. Waar staan winkels? Wie woont er in de omgeving van winkels? En dergelijke. Als een retailer die data met elkaar in contact kan brengen, krijgen ze een beter inzicht in wie hun klanten zijn, waar ze wonen en wat hun behoeften zijn. Dus ze kunnen meer verkopen. Aan de andere kant helpt het ook om een stukje vraagvoorspelling te doen en daarmee kosten te verlagen. Wat zien jullie gebeuren bij jullie klanten? Op zich gebeurt er vrij veel bij klanten. Traditioneel zijn ze bezig met bijvoorbeeld de prijsstrategie te bepalen. Nu zie je dat door al de beschikbare informatie, bijvoorbeeld concurrentieinformatie, gebruikt kan worden om een optimale strategie te bepalen. Daarnaast zie je een stukje customer loyalty. Hoe kan ik mijn klant behouden? Zorgen dat de klant niet naar iemand anders toe gaat. Dus hem volgen, hem goede aanbiedingen doen. Wat we in Nederland met name zien, is bedrijven die maken zich klaar voor de grote hoeveelheden data. Ze zien in hun huidige systemen dat er bottlenecks ontstaan. En gaan dus hun systemen optimaliseren om klaar te zijn voor nog meer data wat er op hen afkomt. Wat voor oplossingen van Big Data bieden jullie aan? Wij hebben een Big Data platform ontwikkeld. Er zijn heel wat invalshoeken waarmee bedrijven kunnen beginnen met Big Data. Je kan bijvoorbeeld beginnen met het visualiseren van data. Het laten zien welke data je allemaal in je omgeving hebt op een gemakkelijke manier, bijvoorbeeld in callcenters. Je kan beginnen met het analyseren van ruwe internetdata via Hadoop. Technische term voor een opslagsysteem waarmee je data dus in je organisatie kan halen wat op het internet beschikbaar is. Je kan ook beginnen met het verbeteren van je data warehouse om een betere performance te krijgen op je analyses. Of het analyseren van streamingdata. En streamingdata dat kan data zijn van sensoren die je binnenkrijgt, maar ook weersinformatie wat heel belangrijk kan zijn voor een retailer. Moet ik wel of niet meer ijs inslaan, bijvoorbeeld. Aan de andere kant zie je ook, moet je ook rekening houden met data governance, het beheer van de data. Wie is eigenaar van de data is een vraag die veelal speelt binnen organisaties, met name ook binnen retail. Is IT eigenaar van data? Is verkoopdirecteur eigenaar van data? Het zijn allemaal vragen die belangrijk zijn, met name ook om te weten wat je met de data wil gaan doen. Wanneer moet data gearchiveerd worden? Maar ook, wie kan er bij data? Wie heeft toegang tot klantinformatie? Wordt er gefraudeerd met mijn data? Als retailer wil je niet dat jouw data op straat komt te liggen. Want ja, dat betekent toch slecht voor je reputatie als retailer als jij klantinformatie lekt. Ook daar bieden we oplossingen voor aan. Welke voorbeelden van succesvolle implementaties zijn er? Wat ik net aangaf, we zien bedrijven met name hun huidige infrastructuur verbeteren. Als je bijvoorbeeld een analyse wil doen op je verkoopregels, en je krijgt meer en meer verkoopregels, big data. De analyse duren veel langer. Je ziet soms analyses, gewoon een vraag op je bestaande kassaregels, die soms wel 2 uur kan duren. Die brengen wij op dit moment bij bestaande klanten terug tot 5 seconden. Wat inhoudt, als data-analyst kun je dus veel meer van die queries in jouw uren uitvoeren. Waardoor je meer inzicht krijgt in klanten, wat ze kopen. En daarmee weer dus betere aanbiedingen kan doen voor andere klanten. Of voor dezelfde klanten. En wat dus leidt tot meer verkopen. Daarnaast master data systemen. Master data is alle informatie die je hebt over bijvoorbeeld een product of bijvoorbeeld een klant centraal bijeenbrengen, zodat je in je organisatie eenduidige informatie hebt over dat product of over die klant. Daarmee kunnen enorme kosten bespaard worden, want
in organisatie begrijpt men elkaar. Logistiek praat over hetzelfde product als verkoop, wat voor bijvoorbeeld het laden van vrachtwagens heel interessant kan zijn. Het gaat nog wel eens fout dat verkeerde dingen afgeleverd worden. Maar ook de klantinformatie weer. Je kan je klant volgen over je diverse kanalen en daarmee hem overal dezelfde shopping experience geven. Als laatste technologische vlak. Heel veel bedrijven gebruiken SAP-toepassingen. En iedere SAP-gebruiker zal zien dat zijn data toeneemt. Eenvoudig door te zeggen van we gaan een andere database-technologie toepassen, kun je tot 60% besparen op je opslagkosten. Je hebt veel minder opslag nodig door een betere compressie van je data. Wat merken jullie klanten allemaal van deze oplossingen? Klanten hebben beter inzicht in wie hun klanten zijn en wat ze doen. En kunnen daardoor veel beter cross-sell toepassen. Dezelfde shopping experience over diverse kanalen geven aan hun klanten. En daarmee dus meer verkopen. Aan de andere kant, door de toepassing van moderne technologie kunnen ze aan de achterkant van het huis kosten besparen. En we hadden het in het begin over productiviteit. Meer verkopen, kosten verlagen, levert een hogere productiviteit op. Dus de klanten zijn tevreden. We hebben het gehad over de retailer, de voordelen daarvan. We hebben het gehad over jullie klanten. Maar ik als consument, welk voordeel heb ik ervan? Jij hebt het voordeel ervan. Op het moment dat jij bijvoorbeeld op vakantie gaat, krijg jij een aanbieding die speciaal voor jou geschikt is. En jij denkt van, hey, verrek, daar was ik nou juist naar op zoek. Dat wil ik kopen. Oké, vervolgens, is de relevantie. Juist, het is relevant. Op het moment dat jij het nodig hebt, krijg jij de aanbieding. Dus je gaat over tot een aankoop. En je zal waarschijnlijk vertellen tegen je vrienden van wat een goede shop is dat, daar ga ik meer kopen. Wat mis je nou als fabrikant of als retailer als je niet meegaat in deze big data of als je de inzichten daar niet voor hebt? Ja, eigenlijk loop je dan achter de feiten aan. Je zit op een grote berg data, je hebt zelf heel veel data. Als je daar niet de optimale analyses voor uitvoert, weet je niet wat jouw klanten nodig hebben op een bepaald moment. En mis je dus verkopen. Je zal dus ingehaald gaan worden door bedrijven die wel inzicht in hun klant hebben en wel gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Dus als ik het goed begrijp, als de retailer, de fabrikant niet meegaat, dan mist hij de consumententevredenheid, de omzet en... Ja, en waarschijnlijk zal hij ook door blijven draaien met hogere kosten als zijn concurrenten, wat voor zijn productiviteit negatief uitpakt. Oké, een must dus. Absoluut. Big data is een must voor retailers. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft.